Hallo iedereen, met een beetje vertraging heb ik mijn Primark haul van augustus. Deze keer ben ik naar de Primark in Manchester geweest, omdat ik 2 weken van augustus in Manchester heb doorgebracht. Dus vandaar deze komen dus uit Manchester, maar ga je waarschijnlijk ook wel vinden in de meeste grote Primarks, zoals die aan Eindhoven bijvoorbeeld. Het eerste dat ik kocht is 2 van deze kussens. Als je die omdraait heb je een zwarte kat, op de voorkant een witte. Deze is van de collectie van Velvet Ghost van YouTube. Ik heb het niet gekocht speciaal voor haar, als ik eerlijk mag zijn. Ik kijk haar YouTube kanaal wel, maar ik ben niet echt de grootste fan. Maar wel van haar collectie. Ik vind het gewoon echt leuk. De kleuren passen gewoon echt bij mij. En dan daarbovenop heeft ze dan nog katten. Dus het is echt gewoon een mooie collectie. De kussens zijn 5 pond het stuk. Ook kocht ik de bedovertrek van haar collectie. Omdat dit ook een super schattige katskussen heeft die dan ook weer kan omdraaien. En gewoon echt super mooie kleurtjes zoals pastelroos, groenblauwig en dan het grijze. En deze bedovertrek is 16 pond. Dit is wel voor een dubbel bed. Wat ook nog niet echt kleding is, is deze schepper voor natuurlijk ijs. En het ziet er dan ook gewoon zoals een ijsje uit. En deze kost normaal 1 pond en een half. En ik heb deze gekocht voor 50 pen. Dat was een halve euro, maar dan in pond. En voor dezelfde prijs, omdat het ook in sol was, kocht ik deze schattige ananasjes. Waar je dus ja, ijsblokjes met ananas van kan maken. Hier staat op dat het nog maar 50 cent was. Dus deze. Dan gaan we over naar de kleren. Heb ik niet echt veel gekocht, omdat ik ook gewoon genoeg kleren heb. Maar sommige dingen kon ik toch niet laten liggen. Waaronder dit t-shirt van Game of Thrones. En deze is redelijk simpel, wel een gewoon zwart met opgerolde mouwen. En het zegt dan in het wit, you know nothing, Jon Snow. You know nothing. 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 You don't say good. Nothing. You know nothing. 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 You're looking a crow. I was talking to my Dutch people though, so. Dan daaronder zegt het dan ook Game of Thrones. Je had ook nog een ander t-shirt met het logo van Game of Thrones erop. Wat ik op zich misschien ook wel wou, maar wit is niet echt goed voor mij, omdat ik gewoon heel veel smos. En dan is dat heel snel ja, een beetje verpest. Zal ik maar zeggen. Dus ik heb voor deze gekozen. En deze was 6 pond. Dit slaap-t-shirt komt ook een broek bij Marc & Marie. Een t-shirt met al de klassieke Disney-prinsessen. En deze was 5 pond. Deze is dus wel wit en moet ik dus mee oppassen. En dan zijn we alweer aan het laatste toegekomen. Dit was een pyjama die ik eens had gezien en super graag wou. Maar dus niet meer hadden in mijn maat. En nu waren ze in sol, dus ik dacht ja, ik kan deze niet laten liggen. En het is deze pyjama. Die zegt all you need is ice cream. En de letters zijn weer in dit zacht velvet materiaal. En deze was nog 2 pond en kwam van 3,5 pond. Dan kocht ik erbij dit shortje om er dus bij te dragen. Wat ook in solde was voor. Staat er niet bij, geloof ik. Kost normaal 4 pond. Ik denk dat deze ook nog 1,5, 2 pond was. Dus deze. En zoals ik al zei, heb ik niet echt veel gekocht daar. Omdat ik het ook gewoon niet nodig heb om elke keer veel kleren te kopen. Maar ik vind het wel leuk om af en toe zoiets nieuws te kopen. Zeker als het redelijk gerelateerd is met Harry Potter of Game of Thrones. Er waren echt geen Harry Potter dingen in mijn maat, wat ik echt super spijtig vond. Dus ik hoop als ik deze maand naar de Primark ga, bij ons of in Nederland, dat ze daar dan wel de Harry Potter dingen hebben in mijn maat. Want ik moet deze echt hebben. Maar dit was het dan voor mijn augustus Primark shoplog. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben, ondanks deze zeer kort was. Ik zou het heel leuk vinden moest je deze dan een duim omhoog geven. En vergeet vooral ook niet te abonneren op mijn kanaal indien je dit nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie bij mijn volgende video. Daag!